Hey weegschaal, leuk dat je kijkt naar een video van Passion Vertaald. Dit is de reading voor de maand maart. Ga niet specifiek leggen op liefde, carrière, dingen die voorbij komen. Ga gewoon kijken wat eruit komt en berichten doorgeven. Check ook even de Facebookpagina voor de orakellegging van de maand maart. Even over de pagina heen scrollen, dan kom je hem vanzelf tegen. Voor nu gaan we gewoon lekker starten. Voor de weegschaal in de maand. Ridder van Staven op de kop. Schild, knaap van Staven, zwaarde op de kop. Munten 5. Koning van zwaarden. Staven 7, aas van munten, beide op de kop. Ridder van munten, het is een heel schildknaap van staven. En de koning van munten. Kelk 8 onder op het dek. Twee weegschaal. What's happening? Ik merk geen gelukkig persoon. Ik merk een energie van een persoon die verdrietig is, teleurgesteld is. Ik weet niet of dat dit teleurgesteld is in jezelf, maar het kan ook zijn dat er teleurgesteld is in de situatie. Misschien is er een idee of een gedachte of een situatie waaraan je misschien niet gedacht had. Is je dat bewust gemaakt? Voor mijn gevoel is hier een angst voor verlies. Financieel. Dit gaat niet over liefde, dit is over financieel. Dit gaat over aardse zaken. Voor mijn gevoel is er een persoon hier die niet zo goed weet. Ik heb steken in mijn hart. Die niet zo goed weet hoe bepaalde dingen rond te breien. Met de ridder van munten op de kop heb ik juist het idee, en de aas van munten op de kop, heb ik juist het idee dat je door een periode heen gaat waarin misschien de dingen net even allemaal wat meer kosten. En dat voelt eigenlijk allemaal niet zo fijn. Ik heb ook het idee dat je jezelf een beetje zoekt. Er is geen vervulling. Ik voel me ook vermoeid. Mijn ogen zijn zwaar.
Ik heb geen energie, niet echt energie. Ik ben aan het zoeken naar, weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb meer het idee dat dit een periode is waar je doorheen moet gaan. Dit is niet blijvend, dit is meer iets tijdelijks. Misschien krijg je wel een rekening onder je neus geschoven waar je niet aan gedacht had. Maar ik heb wel het idee dat er iemand om je heen is. Of dat er een persoon is die jou kan helpen. En die zegt van joh, maak je niet druk. Weet je, had het eerder gezegd. Voel komt inderdaad meer binnen als zijnde dat je het misschien voor deze persoon een beetje verborgen hebt gehouden. Uit angst dat deze persoon jou misschien als lager gaat zien. Maar deze persoon is eigenlijk niet zo. Dit komt van in mijn beleving meer voort uit oude overtuigingen die je had over andere mensen. Maar de persoon die jou kan helpen, de koning van munten, misschien een stiermaagd of een steenbok kan, hoeft uiteraard niet. Het kan ook een ramleeuw of een boogschutter zijn. Ik heb meer het idee dat deze persoon dan naar jou kijkt en zegt van ja, maar waarom heb je dat nou niet gewoon eerder gezegd? Dan hadden we het toch gewoon al eerder op kunnen lossen. Maak je eigen nou eens niet zo druk. Ik merk dat jij heel erg aan het afwegen bent. Wat moet ik nu dit doen? En ik moet dan dat doen. En misschien kan ik eerst dit doen en dan dat. En je bent heel erg aan het dit, dat. Het is ook een wel niet. En ik moet eerst dit en dan pas dat. En ik heb ook het idee dat je het gevoel hebt dat je jezelf een beetje in de weg zit. Terwijl dat universum eigenlijk gewoon van je vraagt om leiderschap te nemen. Over je situatie en niet dat je slachtoffer moet blijven. Of slachtoffer jezelf in een slachtofferrol moet gaan zetten. Ergens denk ik dat je dat ook doet zodat je een bepaalde aandacht krijgt. Dit komt misschien voort uit een kindstuk. Maar het voelt ook alsof je het niet echt beseft dat je daar niet echt bewust over bent. Dat je daar zelf gewoon de sleutel op bezit om verder te kunnen. Staven 7 geeft mij het gevoel alsof je niet lekker in je vel zit. Je wil is niet je. Het lukt op een of andere manier niet. Het kan ook heel goed zijn dat het werk gerelateerd is. Dat je te maken hebt met een baas die gewoon niet, waar je gewoon niet lekker mee ligt. Of die je van alles belooft, maar dat gewoon niet waar maakt. En ik heb het idee dat je daar best wel beïnvloedbaar door bent. Kan ik een advies krijgen voor de weegschaal? Do no harm, but take no shit. Hij leidde meerdere wegen naar Rome. Als je verder durft te kijken dan je neus lang is. Ren niet weg. Ren niet weg van dat wat je denkt, maar kijk ernaar. Zoek het uit. Onverwachts. Er is een onverwachte mogelijkheid. Er komt een onverwachte mogelijkheid. Ik denk alleen dat het universum jou test op dit moment. Om te kijken hoe jij gaat reageren in deze situatie. Of dat jij je echt laat leiden
door wat jou waarlijk wordt ingegeven. Of dat je je werkelijk laat leiden door wat je goddelijk hoort en voelt en merkt. Of dat je echt vasthangt in je ego. Want munten staan vooral voor het ego, het tastbare. Het aardse. En er zijn behoorlijk veel munten hier in deze legging. Koning van munten, ridder van munten, aas van munten, vijf van munten. Ik denk dat je jezelf een beetje in de weg zit. En de zwaarden vertellen mij dat je misschien een gebrek hebt aan nieuwe ideeën. Of je denkt dat je een gebrek hebt aan nieuwe ideeën. Maar dat is niet zo. Ik heb meer het gevoel dat je jezelf een beetje saboteert. En misschien dat ook niet echt durft uit te spreken tegen de mensen om je heen. Als dit werk gerelateerd is, dan heb ik het idee of dat iemand iets voor je neus wegkaapt. De baan of zo voor je wegkaapt, of jouw functie voor je neus wegkaapt. En dat je daar behoorlijk van ondersteboven bent. Maar het universum zegt hier, ja, maar dit was het helemaal niet. Dit is misschien iets wat je heel graag gewild hebt, maar dit is niet wat passend is bij jou. Dit is niet waar jij meer rust door krijgt of verbeterd van raakt. Dus laat het gaan. Het is geen gemiste kans. Je zult uiteindelijk ontdekken dat het juist alleen maar beter is dat je dit niet hebt gekregen. Aan jou om daarmee om te gaan. Gun je het dan de persoon die het eigenlijk voor je neus heeft weggekaapt? Of ga je zitten met wrok? Ik hoor maar steeds, er leiden meerdere wegen naar Rome. Maak je niet druk. Er leiden meerdere wegen naar Rome. Maak je niet druk. Maak je niet druk. Nee. Dit is een spirit hier die maakt zichzelf ook niet druk. Weet je, pff, jammer dan. Ja. Wie weet, het is goed zo. Oké. Okay. We gaan verder. Liefde. Weegschaal. Spirit voor de weegschaal. Welk bericht uit het deck mag ik doorgeven? Heel spoedig. Besluit heel helder wat je wilt, zodat het nu ook kan gaan kan gebeuren. En onder op het dek, dit kan de ware zijn. Voor mijn gevoel heeft dit twee betekenissen. Er is een single persoon die nog twijfelt over een partner. Over een nieuw partner. Deze weegschaal krijgt een go. Het universum zegt hier van, ik zou de gok nemen. Duwt jou misschien ook al in die richting. Ik heb hier nog een bericht voor een... ik heb niet het idee dat dit een weegschaal is. Ik heb meer het idee dat dit iemand is met weegschaal in zijn of haar chart. Weegschaal in Venus. Liefde gerelateerd. Dit is meer een persoon die met meerdere personen dealt. Of die steeds verder zoekt bij andere personen. Maar eigenlijk al weet met wie hij of zij... gedoemd is om te zijn, behoort te zijn, die weet al wie de levenspartner is, maar omdat hij of zij steeds weer bij andere personen zoekt of aanklopt of verder doet of valt het ook steeds weg. En ik heb het idee dat deze persoon... Misschien ben je wel een weegschaal hoor. Kan het, sorry als ik het zo verkeerd heb omschreven. Maar het kan ook heel goed zijn dat deze persoon het gevoel heeft
dat jij het gevoel hebt van ik moet verder zoeken naar een andere partner. Maar steeds als ik weer ga aankloppen, of steeds als ik eenmaal in contact kom met een andere persoon, komt weer die ene persoon op mijn pad. En dat is elke keer diezelfde persoon. En dat weerhoudt je er dan weer van om door te gaan. Voor de een betekent dit ga door. Hè? Ga met die nieuwe partner in zee. Maar voor de andere heb ik het idee dat dit juist de wake-up call is. Van je moet niet verder gaan zoeken. Je moet gaan zorgen dat je gaat helen. Besluit nu eens heel, heel duidelijk dat je voor jezelf gaat. In plaats van bij andere mensen ook te gaan zoeken. Zodat de persoon waar jij mee behoort te zijn ook eindelijk eens normaal binnen kan komen. In plaats van inuit, 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 inuit. Ja, de partner naar wie je op zoek bent heb je al ontmoet. Nou ja, goed. Next. Weegschaal. Spirit. Maak jezelf schoon. Vraag de engelen om alle giftige energieën die je mogelijk in je hebt opgenomen te verwijderen. Koorden doorsnijden. Het ontdoen van oude energieën die je tegenhouden op een nieuwe paden. Deze trekt mij heel erg naar die munten 5. Het zelfdestructief gedrag. Waarom zou je dat willen doen? Waarom schud ik? Nog meer. Nog meer. Oh, daarom. Helderziendheid. Vertrouw op wat je zowel met je innerlijk oog als met je fysieke ogen ziet. Want je spirituele inzicht is je behulpzaam bij het helen, het lesgeven en het begeleiden van andere mensen. Je bent een spiritueel persoon. Je bent een persoon die andere mensen dus daar nog ook kan helpen. Voor mijn gevoel... Ja, voor mijn gevoel durf jij niet te vertrouwen op dat wat jij ziet en hoort. Je weet alles heel goed. En voor mijn gevoel is dit een twijfelgeval tussen... je twijfelt aan je eigen wetendheid. Je twijfelt aan je eigen intuïtie. Je weet eigenlijk al hoe de dingen gaan lopen. Hè? Je weet al wat er gaande is. Je weet al wat er op je afkomt. Je weet het allemaal al. Je weet al, alles wat je uitspreekt, dat gebeurt. En het lijkt alsof je twijfelt aan je eigen kunnen. En deze kaart zegt heel erg tegen mij, stop eens met twijfelen aan je eigen. Stop eens met twijfelen aan dat wat je al weet. Ga niet verder zoeken en ga niet op paden lopen waar je helemaal niet behoort te zijn. Want je zorgt ervoor dat dat wat al lang wil binnenkomen, niet binnen kan komen. Omdat je steeds weer van een ander pad naar een ander pad afwijkt. Luister nou eens goed naar je gevoel. Geef je eigen nou eens over aan je eigen gevoel en je eigen wetendheid. Motivatie. Wanneer de lente aanbreekt, moedigen de bloemenelfen je aan om in actie te komen. Als er iets is wat je wilt doen, ga het dan ook doen. Motiveer jezelf om naar buiten te gaan. Motiveer jezelf om de sprong te wagen die je niet durft te nemen. Motiveer jezelf door positief tegen jezelf te praten. Wet van aantrekkingskracht werkt hier ook heel goed in. Als jij gemotiveerd tegen jezelf praat, is dat de wet van aantrekking ook zegt van... Hey, positieve energie. Let's go. Dan gaan we daar brengen. Mooi hè, dat hij ook onder de helderziendheid valt. Onder op het dek. Zuiverheid. Vertrouw altijd op de zuiverheid van je hart. Kijk in je hart en ontdek van binnen het antwoord op je vraag. Je weet het allemaal al. Goed, weegschaal.
Ik ga het hierbij laten. Bekijk even ook de Facebookpagina voor de geschreven lezing. Abonneer je op dit kanaal, want elke dag vind je hier een dagkaartje. En krijg je affirmaties, positieve affirmaties, dagberichtjes. Mis het niet, abonneer je en hopelijk zie ik je bij de volgende video. Doei!